allemaal. Hallo allemaal, welkom bij alweer de 5e editie van Filmcoach Freek. Hi alweer. Zoals jullie weten ben ik niet de enige filmcoach hier op ons YouTube kanaal. En daarom, speciaal voor jullie, all the way from... Ja, je kent het plaatsje vast niet, maar het ligt ergens in Limburg. Jeroen! Op het scherm. En samen met Filip. En samen met Filip en Jeroen maak ik hier dus de films op ons YouTube kanaal. Kijk maar lekker mee. 3, 2, 1 en actie! Afgelopen week ging de film Stoepkrijt in première. En wat wel echt heel cool is om te vertellen... We waren trending! We waren trending! We waren trending! We waren dus trending op YouTube en dat vonden we echt super cool, want daardoor hebben heel veel mensen de film kunnen zien en wat kunnen leren over de kinderrechten. Tijdens onze live première op donderdag om... 4 uur! Hadden we weer echt super veel kijkers die dus live met ons meekeken naar de film. Dank je wel daarvoor. Maar daarnaast kregen we ook een vraag binnen van... zijn jullie eigenlijk voor die film, hè? En de film zit een laboratorium. En toen kregen we de vraag, is dat laboratorium echt? Of hoe hebben jullie dat gedaan? Dat hebben we gedaan met de greenscreen. Ja, zeg, hoe werkt dat, zo'n greenscreen? Nou, dat is een... hele leuke vraag. En dat komt ook goed uit, want ik ben nu hier bij zo'n mooie greenscreen studio. En mooi is dat je dus zo'n groene achterkant zo kan veranderen in de film. Dat doe je dan in de montage en dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit. Eet hè? Hop. Of hop. Ja, dat kan er allemaal met de greenscreen. Cool hè? Tijd voor de andere reacties. Zeg, dat is achter elkaar. Dat is echt lastig. Kom op, Freek. Je kan het. Tijd voor de andere andere. Behalve dat we heel veel leuke reacties hebben gehad op de film, zijn er ook een paar opvallende reacties binnengekomen. Dus daar wil ik het even met jullie over hebben. Of even over hebben. Dat klinkt alsof je straf hebt of zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dan dacht ik, dat is leuk om er even uit te halen. Zo hebben we bijvoorbeeld een reactie van 000000. Heel origineel. En die heeft gezegd, ik vind dat de juf heel goed acteert en sowieso de hele klas die heel goed acteert. Nou, dat is toch leuk om te horen, denk ik. Dus die wilde ik even met jullie delen. En we hebben een reactie gehad van Sam Kotting en die zegt... Waar zijn de bloopers? Waar zijn de bloopers? Waar zijn de bloopers? Rustig aan, Sam. Niks aan de hand. De bloopers zitten aan het einde van de film. Maar je moet even op zo'n button klikken. Top. Als je daarop klikt, dan krijg je de bloopers aan het einde van de film dus te zien. Niet nu klikken, want nu doet hij het niet. Nee. Had je misschien wel geprobeerd, hè? Bij andere films werkt hij wel, dan klik je erop en dan kan je dus daar de bloopers kijken. Verder hadden we ook nog een vraag binnengekregen, maar die was helemaal niet voor ons. Die was voor Teun. Zeg, wie is Teun? Ah, Teun kennen jullie wel. Teun Peters. Ja, kijk, dit is Teun. Nou, en daarvoor hadden we een vraag binnengekregen. Maar wat was de vraag eigenlijk? Wij hebben net een filmpje gemaakt en ik wil dat jij hem ook gaat kijken. Zullen we daar antwoord op hebben gehad? Ja! Inderdaad! Hey, ja, ik zag net die leuke video, die videoboodschap voorbij komen. En ook met de vraag of die video wilde gaan kijken. Nou, dat ga ik zeker doen. Ik ga er ook even op reageren, dus top. En jullie zijn goed bezig. Donderdag is het... Kinderrechten donderdag! En dan gaat het erom... Weer een nieuwe kinderrechtenfilm in première op ons YouTube-kanaal. En de film van donderdag die heet... En de film van donderdag die heet... Ja, precies. Knuffels. Hier komen we te knuffelen. Nee! We moeten die kinderen in Afrika dan met onze knuffel. Maar het is niet wat je denkt. Oh, dat mag er wel niet. Dit is alles wat ik erover wil zeggen. Nee. Hallo, waar zijn jullie advocaat? Bedankt voor het kijken. En vergeet deze video natuurlijk niet te liken. En te abonneren op ons YouTube kanaal, want dan mis je geen enkele film. Heel graag tot donderdag om 4 uur! Bij onze nieuwste kinderrechtenfilm. En sowieso tot volgende week maandag bij een nieuwe Filmcoach Freek. Doei!